Het bijzondere aan dit asfalt is de productiemethode. Het is op een andere manier geproduceerd dan we het in het verleden deden. In het verleden deden we dat met een vlam die in aanraking kwam met mengsel. En hier in deze installatie wordt er van buiten af opgewarmd. En dat heeft een x-aantal groene voordelen. We staan hier op Schiphol The Grounds. En het lijkt niet erg op Schiphol. We staan hier midden in de weilanden. Maar een unieke locatie om dit te testen. En wat maakt het zo'n goede testlocatie? Hij wordt niet zwaar belast. We kunnen op startbanen en landingsbanen kunnen van alles proberen, maar dat gaat niet meteen. Je begint net als de eerste stap van een kind. Eerste stapje eerst maken en dan komt het tweede stapje. En wat is het tweede stapje? Het tweede stapje zullen we wat toegangswegen gaan doen. Ook op Schiphol, maar ook elders in het land. En daarna de zwaar belaste containerterminals en dergelijke. Maar dan zijn we inmiddels zeker een jaar verder.